dames en heren, ik weet niet hoe het jou voor gaat. Ik ben totaal niet muzikaal. Ik hou wel van muziek, maar spelen doe ik voor geen meter. Ik vond het fantastisch. Ik ook. Ik heb het ooit zelf een blauwe maandag geprobeerd om gitaar te spelen, maar dat was lang niet als dit hoor. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, verschillende stijlen ook, hè? Ja, zeker weten. Als mensen nou denken, goh, ik vind het een leuke cd, nou stuurt u dan gewoon even een mailtje aan info@rtvnoordkop.nl. En dan zorgen wij dat hij bij een van de heren terechtkomt. Ja. Goed, Mirjam, jouw gast geloof ik, hè? Ja, we gaan praten over Stichting Oud Koolhoorn. Dat klinkt als een stukje erfgoed wat jullie daar in beschermen, een stukje historie, klopt dat? Ja, ik zal eerst even zeggen wie ik ben. Ik ben Jan-Rik Groet. Ik ben voorzitter van de Stichting Oud Koolhoorn sinds een half jaar. Ik ben sinds 2008 bestuurslid en een half jaar geleden ben ik voorzitter geworden. In het dagelijks leven ben ik docent verpleegkunde aan het ROC Kop van Noord-Holland. Kijk, dat is wel heel wat anders. Ja. Waarom de liefde voor Oud Koolhoorn? Ik ben geboren en getogen in het dorp. Heb daar altijd wel een liefde voor gehad. En op een bepaald moment werden er nieuwe bestuursleden gezocht. Dat heeft in zijn bestaan vanaf 1980 diverse samenstellingen gekend. En op dit moment is er... hoe lang zijn we samen? Hans zit ook in ons bestuur. Een jaar of zeven inmiddels een redelijk nieuw bestuur. Ik zit er al wat langer in. Jij zit er al in. Ik had natuurlijk ook even gegoogeld. Ik zag dat het in 1980 zo'n beetje opgericht is, de Stichting Oud Koolhoorn. Ja. Om eigenlijk een erfenis van mevrouw Remt Liefhebber een goede bestemming te geven. Heb ik dat goed begrepen? Ja, er wordt altijd gezegd mevrouw Remt Liefhebber. Dat is degene die het meest geëerd wordt, ook met een straatnaam. Ja. Maar het is het echtpaar Remt. Alleen meneer Remt stierf iets eerder dan mevrouw Remt. Dus het lijkt alsof het bij haar vandaan komt. Maar zij het was eigenlijk het echtpaar zelf. Ja, en zij hadden geen kinderen. En wilde voor het vele geld wat ze hadden, wilden ze een goede bestemming hebben. Ja. Zijn daar ook bij geadviseerd door iemand die ook met dit dorp een plan had. En zodoende is dat geld besteed aan de restauratie van met name het beschermde dorpsgezicht. Ja. En dat zijn de straten die u eerder al noemde, de Oude Streek, de Nieuwe Streek, stukken van de West-Friese dijk. Waarin in ieder geval de gevels, de uiterlijke verschijning van de panden... teruggebracht zijn naar, dat is moeilijk te zeggen. Wanneer, hoe het vroeger was. Ja, ja. Wanneer wordt restaureren romantiseren, dat is erg ingewikkeld om dat te zeggen. Beschermd dorpsgezicht? Ja, volgens mij sinds 81 of 82 is het beschermd dorpsgezicht geworden. Ja, rijksbeschermd, toch? Rijksbeschermd? Mag ik nog even meer over dat geld? Want dat interesseert me wel. Er is een grote erfenis vrijgekomen. Jullie willen zo lang mogelijk bestaan. Die hebben al een deel uitgegeven. Hoe pakken jullie dat nou als bestuur aan? Zeg je van nou, we willen natuurlijk langer mee. Dus we willen het geld ergens neerzetten. Zodat het kan renderen. Of geven we alles uit? Hoe is het beleid? Nou, het beleid is altijd gericht geweest op het in stand houden van de stichting. Om met name met subsidies... De mensen aan te zetten om een stap verder te gaan dan alleen je huis op te knappen. Ja. Dus als het opknappen van je huis ertoe leidt dat je er een wat duurder kozijn in moet zetten met het juiste profiel. Het is natuurlijk veel makkelijker om twee kleine raampjes te vervangen voor één grote dan dat je nieuwe kozijnen bestelt. Dus dat extra geld wat daarvoor nodig is, dat willen we graag in de vorm van subsidies geven. Daar zijn allerlei regels aan gebonden. Je moet binnen het beschermde dorpsgezicht wonen, maar... Dan zijn we graag bereid om te ondersteunen. Ja. En in de afgelopen, in ons bestuursperiode zijn de statuten ook gewijzigd. Die waren vrij rigide. En met de verandering van de tijd en eigenlijk een groot gedeelte van de taak van de stichting is gerealiseerd. Een overgroot gedeelte is gerestaureerd. Dus die grote hang naar subsidies, die is veel minder geworden. Dat is nu incidenteel. En we hebben daarmee ook wat ruimer subsidiemogelijkheden nu. Zoals de aanloop naar de kerk hiertoe. Dus het pad wat er aangelegd is, de bomen die nog moeten komen. Daar hebben we dus op een gegeven moment eigenlijk buiten onze oude reglementen... kunnen we nu soepeler omgaan met dat soort dingen. En kunnen we daar ook subsidies voor geven. Ja. Dat is mooi. Vroeger was Koolhoorn een vissersdorp.
En ja. dat zou je nu al heel lang niet meer zeggen natuurlijk. Nee. Dus met de inpolderingen. Nee, het ligt nu net zo ver van zee als vanaf het IJsselmeer. Ja. ja. Maar ja, vroeger was dat natuurlijk niet zo. Nee. Dus, maar dat is, dan spreken we over erg lang geleden. Ja, ja. 1844 is het, lag het 2 kilometer van zee ja. af. En vanaf 1928, 1930, met de droogvalling van de Wieringermeer, ligt het dus gewoon echt net zo ver van de Noordzee af als van het IJsselmeer af. Ja. Ligt het echt midden in het land. Het is ook wel een beetje bizar als je spreekt over een vissersdorp. Zo midden en midden in het land, ja, inderdaad, dat klopt. Een vissersdorp op ja. het ja. ja. Maar eigenlijk is de haven nog steeds aanwezig. Ja. De haven ja. was onderaan de dijk. Ja. Dus ja. wat dat betreft. Was vroeger natuurlijk een zeehaven. Ja. 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 Nou ja, het is nooit echt een haven. Eigenlijk, vanaf 1844 was er iets van een haven. En daarvoor was het gewoon een strand. Waar, ja. Of een, hoe zeg je dat? Ja. Een oever waar de boten opgetrokken werden. Ja. Er was ook niet ja. echt een kade. Nee, nee, nee. Die is pas bij de aanleg van de Waard- en Groetpolder is er echt een kade gekomen. Ja. Ik las ook op jullie website, er is ooit hier een grote brand geweest, wat eigenlijk voor de toekomst van Kolhorn aan roet in het eten gooide. Ja, daar ga ik wel heel ver terug. Dat is wel heel lang geleden, ja. Wat was het, 1788? Ja. 1788 ja. is driekwart van het dorp afgebrand. Hallo. En ja. dat is zeer goed gedocumenteerd. Er zijn twee mensen die daar verhalen over geschreven hebben. En echt van huis tot huis, van draaien van de wind, noem het allemaal maar op, hoe laat ja. welk huis in de brand ging. Dat is helemaal gedocumenteerd. Cool. En, maar dat heeft voor... Nou, misschien heeft het voor de huidige geschiedenis wel enige betekenis dat eigenlijk dat wel een heel cruciaal punt is waarin huizen ongeveer allemaal in dezelfde stijl gebouwd zijn. En dat heeft ook met het restaureren wel nou, dat beeld is wel voor ogen geweest. Ja. Alleen je moet je wel realiseren dat het dorp er nog nooit zo mooi uitgezien heeft nee, als nu. Toen was het sinds de restauratie ziet het er eigenlijk mooier uit dan dat ja. het in werkelijkheid ooit gedaan heeft. Ja. Maar wil je zeggen dat die herbouw voor jullie ook een soort, die periode ook een soort eikpunt is geworden? Nou, dat is eigenlijk van voor mijn tijd, Willem, als voorzitter. Ja, 1788 is nee, ja, sowieso 1788. Dan, nee, maar de keuze voor hoe moet het dorp eruit zien, naar welke stijl restaureer je toe, dat is eigenlijk door de eerste besturen ingezet. Ja, bepaald, ja. En, nou ja, ik zei net al in mijn aankondiging, wanneer wordt restaureren, romantiseren, ja, dat is moeilijk te zeggen. Dus het is een heel aangenaam dorp om naar te kijken nu. Ja. Het is echt, als je langs de straatjes loopt, door de, het is heel prettig rondlopen. Ja. Ik kwam ook iets tegen over een meekrapfabriek. Nou, ik had eigenlijk iets van, goed dat het erbij stond wat het is, want daar had ik nog nooit van gehoord. Kraplak. Ik weet niet of je wel eens puzzelt. Nee. Meekrap wortels vormen een grondstof voor verf. Dat is gewas dat wordt op zeer zilte grond verbouwd, werd door de Zeeuwen gedaan. Hier de Groetpolder was dermate zout dat ze er eigenlijk niets in konden verbouwen, alleen meekrap. Ja. En dat wordt verbouwd, de wortels worden gedroogd, dus er was in de Groetpolder was ook een meekrapdrogerij, een meekrapstoof. En dan de gedroogde wortels kwamen naar het dorp, hier werden ze gemalen. En in gemalen vorm krijg je een beetje een roze, bruinrode kleur. En die is eigenlijk met komst van de synthetische verfstoffen is die industrie verdwenen. Yeah. Maar het doel was bereikt, de ontzilting van de grond door middel van die meekrap heeft ertoe geleid dat er daarna wel gewoon gewassen verbouwd konden worden. Ja, dat het geschikt was voor akkerbouw. En, ja, want op die zilte grond groeide natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar de meekrap heeft in die zin het als industrie een belangrijke functie gehad. Ja. Kom ik ook een turfschuur tegen hier in Kolhorn en dan denk ik van turf, volgens mij haal ik dat uit Drenthe vandaan maar. Dat deden ze ook. En dat werd hier naartoe gebracht. Hier in de turfschuren opgeslagen. Ja. Nou ja, dat roept bij mij dan vragen op van nou. Ja. Nou ja, handel heeft een belangrijke rol gespeeld en omdat het een haven was, het achterland van binnen de West-Friese omringdijk, daar hadden ze haventjes voor nodig. En Kolhorn was een uitstekende haven voor spullen naar Schagen, Warme Huizen, Tuitje Horn, zelfs tot Alkmaar aan toe. Ja. Dus spullen werden aangevoerd van over de Zuiderzee, werden hier overgeslagen en in de turfschuren opgeslagen. En beurtvaarders, die brachten ze vervolgens met kleinere schepen het land in. Het land waarin, ja. Dus het was niet alleen turf wat hier overgeslagen werd, zeg maar. Nee. Die turfschuren, die staan er nog?
Ja, die zijn alle, er zijn er twee verbrand. Ja. En eentje half verbrand. En wat er nog is, dat is, er zijn er twee van gerestaureerd. Eentje heet ook Museum de Turfschuur. Ja. De Stichting Oud Kolhorn is daar overigens de eigenaar van. Wat treffen we daaraan? Een beetje van alles wat. Een klein deel ontstaansgeschiedenis van het landschap waarin we ons bevinden. Wat visserijgeschiedenis, meekrapgeschiedenis. Snuis, ja, hoe moet ik het zeggen? Grootmoeders tijdspulletjes. Het is een van alles wat. Ja, een beetje brokant, zoals ze dat noemen. Zeg maar. Ja, ja. Om de zomer geopend? Ja, alle weekenden. Alle weekenden. Alle weekenden, vanaf mei tot oktober, uit mijn hoofd gezegd. Dat is een andere stichting, overigens. Ja, okay. Dat is niet de Stichting Oud Kolhorn die zich daarover ontfermt. Nee. Wij hebben heel maar veel stichtingen. Jullie haken wel een beetje in elkaar allemaal, geloof ik. Als enorm. Goede buren. Ja. Enorm. Ja. Ja, zeker. Ja. Hoe bijzonder is het nou, zo'n dorp als Kolhorn, om daar te mogen wonen? Beschermd dorpgezicht, het is een hele kleine gemeenschap. Zomers best wel veel toeristen, denk ik, dat je denkt van nou, die lopen maar in mijn tuin te gluren of... Nou, dat is voor mensen die aan de Nieuwe Streek wonen, is dat echt wel een bijzonderheid. Nou, dat is wel iets wat je moet willen. Ja, ja. Nou, het is dus echt, het doet aan als een museum. Ja. En mensen gedragen zich ook af en toe alsof het een museum is en staan dus echt met hun handen voor hun ogen door de ramen naar binnen te kijken. Oh. Ja, precies. Ja. Nou ja... ik denk dat niet altijd leuk is. Nee. Dat voor de mensen die daar wonen, ik denk dat je er voor een deel aan wint. Ja. Dat is net hoe je in elkaar steekt. Het levert ook weer handel op, want als ik me goed herinner, als ik wel eens daar liep, dat er iemand was die daar aan de overkant iets van houten voorwerpen maakte. Dus die maakte ook handig gebruik van het feit dat er regelmatig langs gewandeld wordt. Anita Danenberg die heeft als hobby het vervaardigen van allerlei... figuurzaag, miniatuurdingen, hobbelpaarden. Ja. Het is ook wel wat groter dan miniatuur. En die heeft het geluk dat ze een leuk pandje aan de overkant van de straat heeft staan... waar ze haar spullen tentoon kan stellen. Wat zijn de toekomstplannen voor de stichting? Hebben jullie nog projecten in het vooruitzicht dat je zegt van nou, dat gaan we aanpakken? Nou, we hebben twee panden waar we eigenlijk echt op azen... Maar we zijn niet de enigen die dat doen. Er staat op de Nieuwe Streek een pand al, niemand weet nog hoe lang, echt al ongelooflijk lang leeg. We hebben de eigenaars proberen te bewegen om het te verkopen, zodat het gerestaureerd kan worden. Krijgen we geen vinger achter, het lukt niet, de mannen willen niet voor of achteruit. Dus bij deze een oproep, mannen, verkoop het pand aan ons. Daarnaast staat er in het keren van dezelfde eigenaren nog een oude verfwinkel. Daar zouden we eigenlijk ook wel restauratieplannen mee hebben. En er is één pand, het oude gemaal van de Schagen Kogge. En dat is eigenlijk een beetje een ingewikkeld stuk. Dan weten we eigenlijk niet zo goed wat we daarmee hebben. We willen eigenlijk gewoon dat iemand het koopt en het weer een mooi woonhuis maakt. Ja, ja. Maar dan moet het wel eerst echt openlijk in de verkoop komen. Maar dat zijn wel allemaal dingen die we in de gaten houden. Ja. Maar als het echt gaat om onze taak. We zijn vooral een bestuur wat nu de boel wat in de gaten houdt en kijkt waar we bij kunnen dragen. Ja. De grote klus van het restaureren, die is eigenlijk wel achter de rug. Ja. Die heeft wel plaatsgevonden. Ja, met heel bevredigend resultaat. Ja, ja. Zeker weten. Ja. Ja. Waarvoor veel lof naar onze voorgangers. Ja. Die dit met een visie voor elkaar hebben gekregen. Ja, want dat lijkt me niet eenvoudig hoor, om zo'n klus te klaren, om het maar in het goede plaatje te krijgen. Nou, dat ging in het begin ook werden panden dus gewoon gekocht. Ja. Als iemand zijn huis wilde verkopen, dan kocht de stichting het aan, knapte het op en verkocht het uiteindelijk weer. Ja. Was dat gelijk in de goede staat. Ja. Maar dan heb je ook de vrije hand om het echt mooi te maken. Ja. En, ja. En zo zijn er een aantal hele mooie gerestaureerde panden tot stand gekomen. Ja. Ja. En dan is het natuurlijk niet alleen de panden, want ja, het moet in een bepaalde stijl, ik denk ook bepaalde kleuren verf. Ja. Maar is het ook zo dat bijvoorbeeld tuintjes een bepaalde uiterlijk moeten hebben? Een bepaald hekje of nou, is dat nog redelijk vrij? Dat heeft wel eens gekneld hier en daar in het verleden. Dat de bepalende stem van de stichting wel groot was.
Dat is nu minder. Het moet in alle tijden een plek zijn waar mensen zich fijn voelen. Wonen, ja. En als je iets anders in je tuin wil zetten dan... Kijk, vroeger was het economisch gebied. Dan werden de melkbussen schoongemaakt, er werden netten gedroogd, er werden handelswaren opgeslagen. Tegenwoordig zijn het allemaal siertuinen. Dus je zit altijd met het voortschrijden van de tijd. En je moet mensen ook niet dwingend iets opleggen. Zo van, ja, je tuin moet er zo uitzien. Nee, dat kun je niet doen. Nee. Er mogen ook kabouters in. Ja. Echt? Ja. Ja. Ja, een van jullie twee die woont in de... Misschien nog de aanvulling. Die woont in de... Ja, ik heb er ook gewoond. Ja. Hoe ervaart u dat nou als er zo'n kolonne toeristen met cameraatjes langskomt langs uw huis? Op zich heb ik daar geen probleem mee. Nee? En mensen vragen heel veel. Ja. Natuurlijk heb ik voldoende informatie over het huis. Wanneer het is gebouwd, wanneer het is gerestaureerd. En sta ik ze welwillend te woord om wat te vertellen over het huis. Vind ik ook leuk. Ja. Dus nee, geen enkel probleem. Dat is ook wel de charme, denken om in zo'n huis te wonen. Zeker. Ja. Ja. Ik heb ook een Rijksmonument. Dus, Ja, heel bijzonder. Ja. We gaan afronden, denk ik, Mirjam. Ja, dat denk ik. Misschien nog de aanvulling op een van de activiteiten is ook dat we iemand een opdracht hebben gegeven om een historisch verantwoord boek over Kolhorn te schrijven. Onze vorige voorzitter die zei altijd, ja, er worden de wildste verhalen over Kolhorn verteld. Ik wil nou wel eens echt weten hoe het zit. En dat is een vrij langdurige opdracht. Dus dat gaat 4 jaar duren. Ik denk dat over 2 jaar het boek waarschijnlijk af is. En dan hopen we een heel historisch verantwoord beeld van Kolhorn te kunnen geven. Ja. Nou, Willem weet daar ook het een en ander van. Hè, als... Je zit in de redactiecommissie. Ik ben gek op boeken. Nee. Wij krijgen een seintje als het zover is. Ja. Presentatie van het boek. Ja. 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 En het is misschien leuk om te zeggen, we waren meer dan alleen een vissersplaats. Ja. Kijk. Dus wat blijkt uit de studies die er geweest zijn, dat de agrarische kant eigenlijk ook een veel belangrijkere rol heeft gespeeld dan dat je zal vermoeden. Dat is leuk, hè, als je in het verleden gaat graven. Ja. 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 Goed. We gaan deze uitzending afronden. Dit was deel 1 vanuit Kolhorn. We komen binnenkort weer terug met deel 2 vanuit Kolhorn. Gaat u nog niet helemaal weg, want onze cameramensen gaan ook regelmatig met de camera op pad. En daar kunt u nu de resultaten van zien.